Leuvenjaar vanmorgen al gezegd, rijden vier manches. En dan gaan we kijken of Floor Haan opnieuw de leiding kan pakken. En natuurlijk met de brede glimlach zie ik het door de helm. De dame van de lofsprinters, 9.37. Dat is het nummer van Floor Haan. Ze komt uit Holten, maar rijdt dus voor de lofsprinters in Nijverdal. Koploopster ook in de vierde manche. En ze gaat vandaag dus heel wat punten bijschrijven in de tussenstand. Tweede positie is het Monique van der Valk of Kim Doorn. Monique die kwam net wat ten val, dus wat probleempjes. Maar zit er volgens mij gewoon weer bij. Kijken naar die tweede positie dus. Inderdaad, dat is het nummer zo te zien. De 3.22 van Monique van der Valk is inmiddels Floor Haan voorbij gestoken. Maar dan komt dan toch weer die dame met die hele korte beentjes, de Holte, gaat die koppositie overnemen. Koppositie overnemen van Monique van der Valk. Derde plek. Oh, Monique van der Valk opnieuw onderuit. Opnieuw onderuit in die kombocht daar in het achterveld. Wie gaat ervan profiteren? Is het Lisa Dunning die nu de tweede positie pakt? Of is het Brenda Plasman? Brenda Plasman op de tweede plek. Floor Haan aan de leiding. Gevecht tussen de twee dames van Haaksbergen. De 3.51 en de 3.22. Het is Kim van Kim Doorn nu op dit moment op de plaats nummer 3. En dan is het 3.22.